Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met vandaag de ramp van Westkapelle. Ja, hier liggen ze, vier van de negen slachtoffers van de mijnontploffing in Westkapelle van 16 november 1914. Eén daarvan was mijn overgrootvader. Hij was de commandant van die ploeg. Er waren nog twee dorpsbewoners bij en twee militairen. En die zijn ook omgekomen. Dus in totaal negen slachtoffers. Zeemijnen waren een beducht wapen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op 16 november 1914 ontplofte zo'n mijn op de Westkapelse zeedijk. De kranten hadden het over de ramp van Westkapelle. Het gevaar van aangespoelde zeemijnen, en ze werden in die periode langs de hele Zeeuwse kust gevonden, werd niet altijd ingezien. Dat blijkt ook wel uit het feit dat veel mensen met deze attracties op de foto gingen. Hoewel de Eerste Wereldoorlog vooral een strijd vanuit de loopgraven was, werd ook in de lucht en op het water gevochten. Al vrij snel na het begin van de oorlog verklaarde Engeland ook de hele Noordzee tot oorlogsdomein. De Britse Royal Navy begon een blokkade en de Duitse keizerlijke marine probeerde deze te doorbreken. En zo ontstond er een echte oorlog, ook op zee. En het ging er heftig aan toe. Sommige torpedo-inslagen waren in Zeeland te horen. En ook regelmatig spoelden in Zeeland lijken aan. Van militairen, maar ook van vissers. Op meerdere plaatsen in Zeeland werden aangespoelde soldaten begraven. Zoals in Vlissingen, waar nog steeds een geallieerd oorlogskerkhof te vinden is met Britten, Belgen en Fransen. In februari 1917 liep de strijd op de Noordzee nog hoger op toen Duitsland een onbeperkte duikbotenoorlog afkondigde. Hun U-boten zouden vanaf nu alle schepen, ook varende onder neutrale vlag, torpederen. Mede als gevolg hiervan verklaarden de Verenigde Staten Duitsland de oorlog. Want ook hun schepen werden nu aangevallen. Maar niet alleen Amerikaanse schepen liepen het risico te worden aangevallen. Ook de Zeeuwse schepen werden nu bedreigd. Vissersschepen, maar ook passagiersschepen van de Zeeuwse stoomvaartmaatschappij. Zo torpedeerde een Duitse U-boot in 1918 de Koningin Regentes. Een hospitaalschip van de stoomvaartmaatschappij Zeeland. Dat zieke en gewonde krijgsgevangenen aan boord had. Naast onderzeeboten vormden dus ook zeemijnen een groot gevaar. Deze mijnen maakten vele slachtoffers. Ook Nederland legde overigens mijnenvelden bij haar havens en bij de mondingen van de rivieren. Speciale schepen van de Nederlandse marine voeren de kust af om andere mijnenvelden onschadelijk te maken. Commandant van deze mijnenvisser, de Zeemeeuw, was luitenant ter zee Bruinsma. Hij was ook verantwoordelijk voor het demonteren van aangespoelde mijnen in Zeeland. November 1914 was een stormachtige maand. En daarom spoelden juist in deze weken honderden mijnen aan op de Nederlandse kust. Waarvan de meeste in Zeeland. Enkele sloegen tegen de zeedijk bij Westkapelle. Volgens internationale verdragen zouden de ontstekingsmechanismen van de zeemijnen onschadelijk moeten worden, automatisch, op het moment dat ze loskwamen van de ketting. En er lagen hier nogal wat mijnen, er waren een aantal al onschadelijk gemaakt. En mijn overgrootvader was bezig met de derde, of met de zoveelste, waarschijnlijk de derde. En die lag hier bij de paalhoofden tegen de kust aan. Nou ja, plotseling ontplofte dus de mijn. En daarbij zijn negen slachtoffers gevallen. De lichaamsdelen van degenen die dicht bij de mijn stonden, die werden verspreid over een groot gedeelte. Ze zijn zelfs in het dorp gevonden. Kleren, alles hebben ze langs zien komen. Alle ramen waren gesprongen. Het was een hele grote ontploffing. Christoffer Bruinsma stierf op 28-jarige leeftijd. De begrafenis van de slachtoffers, enkele dagen later, ging met veel militair eerbetoon gepaard.
Op 16 november 2014 kwamen nabestaanden en inwoners van het dorp opnieuw op de begraafplaats bij de vuurtoren bijeen en herdachten toen, exact 100 jaar later, de slachtoffers van de ramp van Westkapelle.